Joeri, wat voor werk doe je met de auto? Alleen winkeldistributie. Gewoon echt supermarkten, we komen op camping, centerparks. Binnenland alleen? Binnenland, ja. Ja. Wat zit erin dan? Gewoon voedingsmiddelen voor waar je echt in de supermarkt voor boodschappen kunt halen. Ja. Leuk werk? Ik vind het leuk werk, ja. Maar je moet je gewoon echt heel dag bezighouden en niet 3 uur tegen een dok aan zetten of zo en wachten, daar geef ik echt helemaal niks om. Hey, het is van Roy Lansdaal, ja. Die heeft een stijl. Kun je die stijl beschrijven? Stijl, ja, hij houdt het van sowieso van strak. Er moet niet al te veel poespas op zitten. Gewoon, je kan de kleuren wel zien. Het is gewoon een heel frisse uitstraling. Hey, wat zit er van jezelf in? Niet veel. Ik vind het hartstikke mooi, zo'n wagen. Ik vind het echt prachtig om mee te rijden. Ik hou me elke dag bij. Maar het is niet dat ik er echt veel geld zelf in stop. Je hebt staande pijp? Ja. Dat is iets wat ik echt wou. We wouden een laag dak. Ik zeg, ik wil ooit een keer een auto met staande uitlaten. En dan heb ik daar zo gekozen. Zijn ze echt of zijn ze voor Ze zijn voor de sier. En een laddertje? Ja. Ook voor de sier? Ook voor de sier. Alles is voor de sier op die auto. Ja. Maar ja, laddertjes, daar hoort hij gewoon bij. Dat maakt hem toch, wel af, zeg maar, als je van de zijkant kijkt. 3 kleuren in de velgen? Ja, klopt. Die blauwe kleur, dat is gewoon een heel frisse, frisse kleur. Ja, het is een werktruc. Ja. Maar je ziet het er nauwelijks aan, want die klep die is als nieuw. Ja, die hebben we wel een beetje bijgespoten, de klep. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet anders, want die komt gewoon de hele dag op de grond en die schuift. En het is moeilijk om hem bij te houden. Of om ook een beetje netjes te houden, maar ja, dat hoort erbij. Ja, is ook strak, hè? Ja. Ja, wij hebben alles, of tenminste alles, die nieuwe niet, maar wij hebben deze en die vorig jaar ook een asstop. En wij hebben 3 bloklampen. Dat is toch een keer wel anders, de rest heeft allemaal 4. Ja, maakt toch iets een andere uitstraling. Simpel, maar strak. Ja, wat ik al zeg, ik ben niet iemand die even 10.000 euro in een interieurtje doet. Dat vind ik gewoon niet zonde van mijn geld, maar zo ben ik niet. Dat hoeft voor mij ook niet. Ik vind zo is het goed. We hebben dan wel voor krokodillenleer gekozen. Ik ben de eerste die het heeft. Ook de enige volgens mij, dat weet ik niet. Maar ben je wel een beetje trots op de auto? Ja, zeker. Ja, ik stap elke dag met plezier naar het werk. Succes. Ja, top. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door BF Goodrich. Real tires for real truckers.